leuk om hier te spelen in Assen. Ik ken natuurlijk veel mensen hier, dus ik hoopte er al een beetje op dat de coach dat ook zou gunnen. Dus dat was hartstikke leuk en het ging inderdaad, zoals je zegt, ging hartstikke prima. Dus ik heb mijn kans wel gepakt, denk ik. Hoe voelt dat dan? Hè? Want ja, je traint natuurlijk veel, je bent erbij, dag in dag uit. Maar ja, spelen, dat wil je natuurlijk graag. En ja, dat moment is dan lang wachten? Natuurlijk wil je altijd spelen. Maar ja, ik ben ook wel realistisch. Ik weet hoe goed die andere midden zijn. En die doen het laatste tijd hartstikke goed. Dus dan weet je dat je gewoon weinig kans hebt om te spelen. Daartegen probeer ik op training gewoon altijd te laten zien wat ik waard ben. En zoals vandaag, dan word je erin zet. En dan wil ik ook gewoon mijn kans pakken en laten zien wat ik kan. En misschien dat de coach dan nog wel een keer denkt van, nou, dan kunnen we hem wel een keer gebruiken. Dus maar ja, dat is de keuze van de coach. En ik weet wat er voor me staat. Maar wat ik zeg, als de kans komt, dan pak ik hem. Ja, toch een beetje in eigen hal, denk ik. Is het dan iets van spanning of voel je dan, oh ja, ik mag? Toen ik hier binnenliep was wel gelijk een beetje thuiskomen. Ik heb hier 3 jaar gespeeld en veel mensen die ik ken, dus daar ga ik alleen maar goed op. Dus ik had niet gezonde spanning, zeg maar. Het is niet dat ik dan meer zenuwen heb of iets dergelijks. Nee, dat is alleen maar leuk. Hoe kijk je nu vanuit jouw rol naar de ploeg? En natuurlijk toch best een lastige periode achter de rug. Heb je het idee dat het er weer wat aankomt? Nou, we hebben de laatste tijd natuurlijk een paar zieken gehad. Ook met Niels en Fischer de blessures. Dus dat betekent dat er wat meer verantwoordelijkheid komt te liggen op de jongens die wel fit zijn. Ik hoop dat die jongens snel weer terugkomen en dat we dan gewoon weer als team verder kunnen oppakken. En ik heb daar gewoon vertrouwen in dat we dat prima kunnen oppakken. Dat we bij die laatste 4 halen en dat we het in de play-offs ook gewoon goed gaan doen. Dat moet ook wel een beetje de instelling zijn, denk ik. Nou, en je bekroont je optreden zelfs met een ace. Dat is vrij uniek, toch? Ja, nee, dat is leuk. En het serveren ging prima. Niet te veel risico nemen. Gewoon de druk op hun houden. En dat is ook wat we hadden afgesproken. Dus dat is prima. Wat is nou jouw conclusie? Leuke wedstrijd. En nu goed herstellen. En dan de volgende.